Welkom terug YouTube bij het kanaal van Harry de Ferryman. Vandaag een kleine update over de hierbootjes die we aan het opknappen zijn. We hebben twee vakantiewerkers. Die doen schuren en schilderen de bootjes. Er moeten nog wel aanpassingen aan worden gedaan. We zijn nu een weekje bezig. We hebben ze helemaal schoon afgespoten. Alle mosselen eraf. Een hele container mosselen is eraf gekomen. Daarna zijn we gaan schuren, gaan borstelen, gaan bikken. De roest eraf. We hebben de oude relingen eraf gehaald. Alles wat er te veel op zat is eraf gegaan. De kist. En we hebben nu ijzer besteld. Daar wachten we nog op. Dan maken we er een nieuwe beveiling op bij de boldertjes. Bij de kikkers zitten erop. Er komt een beugel achter te staan. Dat als de kabel slap hangt, dat hij niet de kikker kan pakken. Zodat hij er netjes overheen geleid wordt. Nou, die komen er nieuw op. En bij de eerste gierboot maken we een plateautje, dat we de lampen gewoon makkelijker op en af kunnen halen. Want dat is gewoon een drama. Die lamp die is zo zwaar, dat is een lamp op zonnecellen. Er zit een accu in, 3 zonnecelletjes en bovenop een lamp. Nou, dat ding is behoorlijk zwaar om boven je macht van die paal af te tillen. Dus dan maken we een plateau dat we met 2 man hoger kunnen staan, dat we met 2 erop kunnen tillen. Dat gaan we nog doen. Ja, hier liggen de relingen die er allemaal afgekomen zijn. Hier zo onder de sauspot. Huh? De sauspot. Dit is onze arm. Die is aan het schilderen samen met Rob. Ze zijn best gewerkt, roest eraf. Toestanden eraf. Ze hebben geluk gehad dat ze hem niet schoon hebben hoeven te spuiten. Ja, eentje heeft de arm maar schoon gespoten. De andere 2 die heb ik schoon gespoten. Dat is echt het vieste werkje wat erbij zit. Ja, dat trap je. Dus kijk om. Of niet? Dat was dolle. Vlaggen. En nou, de onderkant, dat is al ten hoop werk. Intertuf smeren wij erop, geen antifolio, antifouling of niks. Maar het is Intertuf van International. Daar groei je het wel aan, maar ja, goed, dat is niet anders. En hier gaan we de beugels erop lassen. Ik ben begonnen met het elektrodeapparaatje. Waardoor daar we met buigen hadden we een kleine opening aan de voorkant gehouden met afzagen om ze hoog zat te houden. En die moest ik of dicht slaan, met een elektrodeapparaatje kon ik het net niet overbruggen. Of ik moest overstappen op Michmachs lasapparaatje. Dat heb ik ook gedaan. Later, want het begint dadelijk te regenen, zul je zien. Moeten we naar binnen vluchten. Het was erg wisselvallig weer toen we die aan het doen waren. Maar goed, ik moet er toch iets doen. Maar toen ben ik overgestapt op Michmachs apparaatje en ik ging gewoon 10 keer vluggen. Maar dat is altijd. Hier sla ik de uiteinde dicht. Kwam dat hij te wijd open stond. Aan de andere kant kreeg ik niet overbrugd. Met lassen. Ik zie de slaak hier dicht. Maar je kunt al zien dat het begint te regenen. Dan doe ik een beetje brommen in mijn eigen. Maar ja, het is niet anders. Gaan we alles opruimen. En ik kwam terug met de CO2-lasapparaat. Michmach-lasapparaat. Om de rest af te lassen. 10 keer makkelijker. Gewoon met de gasfles erop. Geen gevulde draad die je gasloos kunt verlassen. Gewoon zoals je binnen stond naar buiten gereden. Het waaide bijna niet. We zitten daar ook heel erg beschut. Het wordt ook al bloed en bloed heet op het achterterrein bij ons. Dus we waren op het dek aan het meten. Was op een gegeven moment was het dek 56 graden. Zat je met je knieën op. Nou, dat is gewoon niet leuk. Dat is echt warm. Maar die gaat een stuk vlugger als
Nou, hier ben ik even aan het schoonslijpen voor het rek. De rek is ervoor, ja, daar kun je opstappen, heb ik net verteld. Dan kun je die lampen beter op en af pakken, want die paal die is wel zo hoog, dan zou je al boven je machten werken. En er zat eerst de kist voor waar een accu in ging van de oude lamp die erop zat. Maar die oude lamp, ja, die accu die moesten we iedere week gaan omwisselen omdat die dan leeg was. Nu hebben we die lampen gemaakt op zonnepaneeltjes. En daar hoeven we in principe nooit meer naartoe. Dat is alleen als we die hier aan koppelen, zetten we de lamp aan. En als we hem afkoppelen, kunnen we hem ook weer uitzetten. Ja, dit werkt te kijk leuk, maar het is allemaal op je knieën en voor de overhangen. Zicht, ik ben het behoorlijk gewend. Maar we worden er niet jonger op. Maar het is wel een stuk zouder als met elektroden, kunnen we zien. Dus mijn gas geven en het zit vast. Nou, rooster eruit. Dan kan het meteen zwart worden gemaakt. Even schoonmaken. Opschuren, ontvetten. En zwart maken, je kunt water zien staan op die hierboot. Stomme buien tussendoor. Ik zeg al, het is niet anders. Anders hadden we een tent moeten bouwen. Nou, dat was ook wel wat werk geweest. En hier zie je, is het weer stralend weer. Daar komen weer wolken bovenaan. Snel op die andere twee hierboten. Er hoeven alleen die beugels opgelast te worden. En voor de verder rest niet. En dan zijn ze klaar. Dan kunnen ze afgeschilderd worden. Dus toen ik op vakantie ging. Toen waren de onderkanten klaar, de bovenkanten, de dikke waren klaar. Dus het zwarte rechtop staande spul was twee keer in de verf gezet. Het dek zelf zat in de slipverf. Dus dat was eigenlijk klaar. Het enige wat er nog aan moest gebeuren was de zijkanten die in de main niet stonden. Een keer opschuren. Ja. Onze Harm die deze eigenlijk nog alles onder kliederen met de verf. Mooi werk als je zwarte verf, dat is helemaal niet goed voor u dan. Echt niet? Verkleurde nog meer. En dan zijn we weer aan het einde van het filmpje gekomen. Vind je filmpjes leuk? Duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien? Kun jij ook abonneren op mijn kanaal. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houdoe.